ben blij dat ik jullie vandaag even mee kan nemen in een virtuele rondgang door onze nieuwe locatie in het Jelgerhuis in Leeuwarden. We hebben lang gewacht op een nieuwe locatie, maar die is dan nu gekomen en we willen jullie graag laten zien hoe mooi het geworden is. Komen jullie maar verder. Dit is de centrale receptie van de GGZ. En als we rechtsaf slaan, komen we bij onze receptie terecht. Zie hier onze ontvangsthal. Tevens ook wachtkamer. Moet nog verder aangekleed worden, maar de basis is er. Rechts is de receptie. Met daarachter ons secretariaat. Onze nieuwe vergaderzaal zal ik u even laten zien. Om een beetje de look en feel te krijgen. Hier zijn we ook al heel erg op vooruit gegaan. En dan gaan we verder. In het kader van de gezonde medewerker hebben we lange behandelgangen. Dus iedereen komt hier elke dag aan zijn stappen toe die hij zelf als doel gesteld heeft. Gaan we hier de lange gang in. Hier links is een oefentuin. Die nog verder aangepast gaat worden met een grindbak en dergelijke. Maar nu al te gebruiken is. Links is de oefenzaal te zien, die we zo open mogelijk hebben gehouden. Het motto van Revalidatie Friesland is niet voor niets, laat zien wat je kan. Rechts hebben we onze fietsruimte voor de hartrevalidatie. Dit is de ruimte waar onze psychosociale functies zijn, maatschappelijk werk en psychologie, met ook een kleine wachtruimte daarvoor, waardoor we ook coronaproof kunnen werken. Dus we hebben het wachten ook nog een keer gedecentraliseerd. Kom maar even verder, dan gaan we patiënten langs. Verder is hier qua ruimtes niet veel te zien, dus dan gaan we straks eventjes verder in de volwassen vleugel kijken naar de ruimtes. Als we helemaal rechtdoor lopen, komen we in het MCL terecht. Maar wij slaan rechtsaf. Dit is de volwassen vleugel met wel een oefenzaal voor de kinderen. Hier en daar ziet u toch nog wat dozen staan en dergelijke. Dat komt omdat we toch nog na 2 weken verder aan het inburgeren zijn. En dit is het domein voor de kinderrevalidatie. Dan gaan we naar de andere zijde. En daar is een identieke oefenzaal
voor de volwassenen. Nou, dan lopen we hier een rondje met onze behandelruimtes. Ontspanningstherapie wordt hier gegeven. Spreekonderzoekskamers. Dan lopen we helemaal naar het eind. Ruimte van de ergotherapie en van de activiteitentherapie. Kantoren van de fysiotherapie. Verder niet spannend, maar hier vindt in de back-office vooral de rapportage plaats. De andere gang van de volwassenen met ook weer spreekonderzoekskamers en behandelkamers. Die zijn allemaal bezet op dit moment, dus daar kunnen we niet in. Onze boba-ruimte, waar ook onze spalkaanmetingen plaatsvinden. En dan gaan we terug. Als we haast bij het begin zijn, slaan we nog even links af. Daar zit onze kinderrevalidatie. Nou, daar is nu achter de deuren wordt behandeld. Daar kunnen we nu niet kijken. Hier overal behandelkamers en spreekonderzoekskamers. En dan lopen we terug naar de hoofdingang. Wat vervolgens eigenlijk de hoofduitgang heet.